Stijgen op ID. Plaats de ASAP op de backup lijn en doe een functiecheck. Open de ID en voer de lijn in van je af naar je toe. Sluit de deksel van de ID, trek de slack uit de lijn en zet de hendel in de werkstand. Plaats de handstijgklem boven de ID. Zet je voet in de voetlus. Haal de hendel van de ID open en trek de lijn richting de handstijgklem. Met je linkerhand trek je jezelf op en met je rechterhand trek je de lijn recht omhoog. Dit dient gelijktijdig te gebeuren. De beweging is dus met je linkerhand jezelf optrekken en je lijn met je rechterhand omhoog trekken. Eenmaal boven aangekomen kan je de handstijgklem opruimen. Als je naar beneden wilt, controleer je eerst de omgeving en vervolgens kan je rustig afdalen. Eenmaal op de grond aangekomen, haal je de lijn uit de ID. Je zet de ID in de transportstand. Controleer je omgeving op valgevaar en dan haal je ASAP weg.